Het is belangrijk om kennis te dragen van het correct onderhouden van het gebit. In verband met de Nationale Poetsdag, die jaarlijks op 7 mei wordt herdacht, vond gisteren de lancering plaats van de Nationale Poetsdag 2024. De Nationale Poetsmaand is een 31 jaar oud initiatief van de Stichting Jeugd en Verzorging JTV. Een maand lang worden er activiteiten georganiseerd voor kinderen om ze bewuster te maken over de ernst van het onderhouden van het gebit. Het thema voor dit jaar is Roos is gezond en heeft betrekking op het tandvlies. JTV-directeur Vanessa Zeeveuk zegt dat deze maand vooral is bedoeld om de bevolking bewust te maken over het belang van poetsen, dan wel alle lagen van de samenleving. JTV wil dit bereiken door middel van het verspreiden van verschillende informatievideo's. Samenleving, JTV, heeft dus al meer dan 40 jaar bewezen om goede, kwalitatieve, veilige tandheelkundige zorg te bieden. En vooral tegen een hele, hele lage prijs. En dit zijn we in staat te doen dankzij het ministerie. Maar ik roep dan wel vooral de ouders op, maak er gebruik van. We hebben pakketten, echt letterlijk van 150 SRB per jaar. Dus dat wil zeggen dat je kind 12 maanden lang gebruik kan maken van onze diensten. Als het nou gaat om poetsinstructies, als het nou gaat om controles, vullingen, schoonmaken. Ook uittrekken, dat doen we ook. Maar nogmaals, ouders, laat het niet zo ver komen. Breng je kind op tijd naar een van onze klinieken. Zeeveuk gaat verder aan dat het ook tijd wordt dat de samenleving meer kennis opdoet over de diensten en vestigingen van JTV. Met als doel de diensten van JTV landelijk meer bekendheid te geven. Op die manier worden alle lagen van de bevolking geïnformeerd. Ik denk dat veel Surinamers misschien nog niet op de hoogte zijn dat we 23 klinieken hebben landelijk. Veel mensen weten nog niet dat we dus niet alleen in Paramaribo, Wanica, maar ook Koroni, Saramaka, Nikeri, Parak, nog niet echt Paramaribo. Daar komen we ook naartoe. Nou, we hebben dus overal in het land hebben we klinieken. Alleen weet men nog waarschijnlijk niet heel goed waar ze zijn. Dus met deze activiteiten hopen we de samenleving als de klinieken ook leert kennen. De lancering van de Nationale Poetsmaand werd afgesloten met een speurtocht, poetswedstrijden en andere activiteiten in Lelydorp. Aanstaande vrijdag zullen er bij JTV Wilhelminastraat gratis gebitonderzoekingen worden verricht van 11 uur 's morgens tot en met 5 uur in de middag.